Hola, ik doe het even zo. Ik was gisteren helemaal KO en zoals plassen was eigenlijk too much of an effort. En nu heb ik eigenlijk alleen nog echt hoofdpijn. En ik had 37,3. Dus dat is op zich wel weer redelijk aan het zakken. Ik heb weer een paracetamol genomen. Ga zo op vee letten. Dus gelukkig is Jef nog tot 9 uur even ongeveer. Zorg aan het verlenen. Jef is echt de allerbeste. Zonder Jef zou ik het echt niet kunnen. Ik heb 3 kwartappeltjes gegeten. Gisteravond een halve appel. Ja, ik heb eigenlijk de hele avond ben ik doorgekomen op een halve appel water en paracetamol. En nu heb ik net weer een paracetamol genomen. En ik heb net een glaasje jus op. Die had Jeff voor mij geperst. Dus echt super lief. Vers geperst. Gelukkig had ik veel fruit in huis gehaald. Toen ik met Dagmar ging shoppen. Dus dat vond ik fijn. Ja. Dat voor nu, denk ik. Meer heb ik niet echt te melden. Maar het gaat dus wel echt een stuk beter. Dus daar ben ik echt blij om. Dus ik hoop dat gisteravond de ergste nacht was. En dat het dan weer beter gaat. Want als Jeff eventueel ook nog ziek wordt, dan zou het echt heel chill zijn als we elkaar kunnen afwisselen. Want ik ben zo blij en dankbaar dat Jeff zich wel oké voelt. Want als Jeff er gisteravond bij lag zoals ik, dan weet ik echt bij God niet hoe we op vee hadden moeten letten. Ja, dan moet je wel. Maar ze heeft de nacht ook goed geslapen. Ik heb het idee dat ze wel wat huileriger is. Dus het zou kunnen dat Vee ook corona heeft. Maar ja, zowel Jeff als ik vinden het volgens mij allebei wel zielig om je kind te laten testen. Dus van wat ik, ja, wat ik denk, maar we hebben het nog niet helemaal concreet gemaakt. Maar ik ga Vee niet testen, denk ik. Mee eens, Jeff? Vee niet testen, hè? Dat is te erg. We testen Vee niet, toch? Dat vind ik Nee, zielig. nee. Nee. Oké, gelukkig. Nou, daar zijn we het over eens. We vinden dat zielig bij een kind. En daarnaast heeft het toch geen zin, want zij heeft sowieso geen QR-ding nodig. En herstelbewijs is ook niks aan. En ja, weet je, als ze ziek is, is ze ziek. Ja, natuurlijk ga ik haar dan gewoon helpen. En ik ben ook wel heel blij dat ze nog borstvoeding drinkt. Want ik heb nu corona, dus als ik dan antistoffen aanmaak, dan krijgt zij die ook meteen via de borstvoeding. Dus dat is echt top. Ja, super chill. Nou, het huis is een teringzooi. Maar of mijn paracetamol werkt enorm goed, of ik voel me al een stuk beter. Ik ben er nog niet, want ik voel me nog steeds half zombie. Maar lang leven de paracetamol. Ik heb wat walnootjes gegeten. Deze werkt hier. Walnootjes gegeten, een paar. Ik ga denk ik ook een stukje peer eten. Voor Veen ook een stukje peer. En voor haar broccoli. En wij eten de soep van gisteren. Ik heb geen leuke smaak, want Jeff had er gisteren wel gegeten, maar ik niet. Tomatensoep en de broodjes zitten in de oven. Dus ja. Dat ik ga denk ik broodje eten met olijfolie, zout en pepers. En dan, oh, ik ga je even helpen. Nou, ik heb mijn SD-kaart maar weer eens dichtgemaakt. Want ik dacht, anders komt er waarschijnlijk nooit van. En dan blijf ik maar met mijn telefoon vloggen. En ik had laatst toch met editen gezien dat ik het niet echt hele mooie kwaliteit vond van mijn telefoon. Of ik moest het geluid omhoog gooien. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar ik voel me een stuk beter. Ik voel me alleen echt alsof ik een hele nacht heb doorgehaald. Terwijl ik dat echt niet gedaan heb. Ik heb echt best goed geslapen. Dus daar ligt het niet aan. En Vee had ook goed geslapen, dus dat is ook fijn. Vee is momenteel obsessief met boekjes. Ik heb er net ook 2 boekjes voorgelezen. Het zijn een beetje volwassen boeken. Het is van papa. Ja. De 5-seconden-regel. En ik heb wat dadels in mijn mik gedouwd. En ik ga nog maar eens extra water drinken. Vee heeft nog even geslapen in de middag. Ik loop 3 kwartier en toen heb ik ook even slapen. Dus dat. En nu ga ik even ingrijpen, want je hebt allemaal dingetjes die je niet mag. Nou, je meid heeft weer een kleine terugval. Ik heb even geslapen. Deze niet.
dit kleine mokkeltje wilde niet slapen met mama. Dus toen ging ze maar alone. Me. Ik weet niet. En deze held heeft eten gemaakt voor ons. Dat zou ik zonder jou moeten echt doen. Ik kan echt wel janken als ik me bedenk hoe blij ik ben met jou. Dankjewel. En ik heb echt de allerliefste meal gehad van mijn nieuwe werk. Dat ze zo zin hebben dat ik begin en zo. Ik moest echt bijna huilen toen ik het las. Ik vond echt de leukste meal ooit. Dus ik ben helemaal blij. Ik hoop echt dat ik dinsdag kan beginnen. Want als het goed is mag ik zondag uit quarantaine. Ja. Dus ik voel me wat dat betreft, los van dat ik me even niet zo goed voel, voel ik me verder echt heel blij en gelukkig. Yo, welkom bij de Corona Life, dag 3. Nice dag 3. Ik werd vanochtend echt een beetje doodwakker en sindsdien ben ik een soort halve zombie. Heeft jef me allemaal fruit gevoerd, super lief. En een stuk komkommer. En ik heb een speeltje gemaakt, want dit had ik via Dagmar doorgestuurd gekregen op Instagram. Dat dit een leuk speeltje was. Elastiekjes om een pan en dan speeltjes erin. En tot nu toe is het een groot succes. Schattig. Vee wilde de hele dag niet slapen. Maar toen op een gegeven moment wel op mijn buik aan mijn tiet. Ze had het ochtendslaapje geskipt. Het middagslaapje heeft ze in 45 minuten gedaan. Gek meid. Ik weet niet hoe zij nog zoveel energie heeft. Maar wat vind jij van een nieuw speeltje? Dat ze die dingetje eruit moet krijgen ofzo. Ja, gewoon, allemaal inderdaad. Ja, dat kan. Het schijnt leuk te zijn. Jeff heeft bonen gekookt. En we gaan taco bowl eten. Ja. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Eigenlijk ook niet. Oh, yeah. Oh, dat is great. Wat is de andere optie? Hoensoep? We hebben nog curry over. Ik heb nog wel zin in die curry leftover met rijst. Ja, ik heb een curry vanmiddag ook gegeten. Oh. Maar... wat wil jij eten dan? Weet je dat jij corona hebt nu? Je hebt wel laten testen vanochtend, hè? Ik heb me weer laten testen. Voor de tweede keer. Gisteren ook al. Ja. Nou, ik denk het niet. Ik voel me nog te goed of zo. Ja, gelukkig maar. Kan je voor me zorgen. Dus ik voel me wel een beetje schuldig, maar niet echt dat ik denk van, oh nee, ik ga dood van binnen. Ja. Nou, ik meer van de moeheid. Zeg. Dus ik wil even vragen of je morgen dan naar werk gaat. Sinds gisteren vee ook. Kijk. Natuurlijk, dat gaat verzorgd. Ja. In jou. Ja, het lief. Ik twijfel of Vee het heeft. Aan de ene kant denk ik het wel. Waarschijnlijk kleintje er sowieso minder last van te hebben. Maar ze is wel, ja, ze slaapt slecht. En ze had lichte verhoging. Maar echt heel licht. 37,7. Dus volgens mij mag je dat officieel niet eens verhoging noemen. Dus ze sliep gewoon amper. Ze was wel huilerig dan af en toe voor als ze wilde slapen. Of als ze dus niet wilde slapen. Ja, ik weet het niet. Maar chillen vind ik wel dat ik Vee borstvoeding geef. Dus ik weet in ieder geval dat alle antistoffen die ik nu aanmaak, dat Vee die ook meekrijgt. Dus een boep booster krijgt ze eigenlijk. Een boep booster. Meerdere keren per dag. Mag ik ook een boep booster? Ja, ik zei al bijna voor de grap tegen Jeff. Ik zeg, als je corona hebt, moet je eigenlijk aan mijn tiet drinken. Dan krijg je meteen antistoffen. Maar doe maar niet. Nee. Dat is allemaal voor jou, hè, poepie. Ja. Ik heb trouwens... oh, hij filmt al. Lol. Ik heb sinds vanochtend wel verkoudheidsklachten ook een beetje. Valt nog best mee. Af en toe hoest een beetje kriebel in mijn keel. En een loopneus. Her en der. Ik wil nog iets over zeggen. Oh ja, ik heb wel nog mijn geur en smaak. En daar ben ik heel blij om. Want dat... als er één ding was waar ik bang voor zou zijn van corona... zou het zijn dat het mijn smaak en geur verlies zou zijn. Ik weet niet of ik zou kunnen leven als ik niet meer kon genieten van eten. Cause you know me. En dat lijkt me wel heel pittig. Of niet zo pittig, want dat proef je dan niet meer. Nee, stomme grap. Oké. Ik ga hier komen pasta eten van toen met Dagmar. Die is nog net vandaag goed, dus ik dacht die eet ik maar nu. Met edelgist. Voor de vitamins. En de thee. Maar dat zei je nog dat je taco bowl ging. Dat ga ik ook doen. Denk je dat dit mij vult voor de rest van de avond?
Weet je hoe klein dit is? Dit is nog kleiner dan mijn hand, zowat, hè? Dit kleine bakje. Dat is normaal gesproken normale portie. Weet je, ik heb helemaal geen zinnediscussie met jou. Ik zou net ook in als vooraf. Ik heb corona, laat me met rust. Ja, yeah. Yeah, goed, excuus. Nou, laat ik hem voor de verandering maar eens vandaag afzuigen. Ik heb een bakje met droog rijst gegeten. Dat was het enige waar ik zin in had. Ja, en die pasta dan, dus op zich. Daarna zat ik eigenlijk al vol. Dus het taco-idee is gestaakt. Jeff heeft volgens mij gehaktballen of zo gegeten met rijst. Toen hebben zowel Jeff als ik, nou, ik denk allebei meer dan een uur, ieder voor zich, Vee in slaap proberen te krijgen. Nou, dat was echt een erg ongeslaagde missie. Vee is behoorlijk rebels. Zoals je hoort, slaapt ze nog steeds niet. En ik denk dat we het al 3 of 4 uur aan het proberen zijn. Dus, en tot overmaat van ramp. Ik vond het heel fijn toen Jeff eerder thuis werkte, dat hij dan thuis lunch en thuis ontbijt of in de ochtend even kon helpen en dat hij gewoon eerder thuis was. Maar helaas ligt het internet bij ons eruit. Pardon, tot en met maandag. Dus ja, je hebt morgen naar werk. Wat eigenlijk volgens mij niet helemaal kan, want hij is dan ook besmettelijk en hij heeft zijn uitslag nog niet. Misschien heeft hij zelf ook al corona. Maar ja, we hebben geen internet, dus hij kan ook niet vanuit huis werken. Dus ja, hij gaat maar morgen. Dus ik ben morgen alleen met Vee. Dus ik hoop echt, thank God, dat ik me morgen eventueel beter voel. Maar wordt vervolgd. Joep. En hier een hele goede morgen. Welkom bij deze... Ik heb geen idee. Vrijdag. Het is vrijdag. Jeff die zou eerst naar zijn werk gaan. Maar die was gisteravond als plotwist ook positief getest. Of die kreeg een positieve uitslag. We all have corona, probably. Ik denk Vee ook. Maar die gaan we niet testen, want dat vind ik, ja, ik vind dat zielig. Ik weet dat sommige mensen dat wel met hun kinderen doen, maar wij niet. dus ik ga nu ook weer slapen. Ik heb vanochtend gedoucht met Vee. Ik voel me wel ietsje beter, maar vanochtend had ik wel echt zoiets van... Maar gelukkig heeft Jeff goed voor ons gezorgd. En oh ja, ik heb ook geen internet, dus Jeff die werkt met zijn hotspot. Nu, maar gelukkig komt Ziggo wel straks langs. Moet je wel goed afstand houden van die man. Ze heeft hier straks ook corona. Ja, ik vraag ook wat, misschien vragen of iemand anders het deel. Ja. Nou, moet ik wat vragen of? Ja. Oké, is goed. Maar ik ga even slapen. Joep. Nou, geloof het of niet, je coronafamilie heeft zowaar een avondmaaltijd in elkaar geflinst. Geflinst. Ja. Die avocados, ik dacht dat ze niet meer goed waren, maar lekker wel. Limoen, bonen, dat heb bij elkaar geflikkerd met tomatensaus. It works. Ik heb geen zin in taco shells, maar die zitten voor Jeff wel in de oven. Voor Vee hebben we, want ik las dat ze bonen mag. Dus ik ga met een lepeltje proberen te geven. Of tenminste, ze krijgt gewoon dit, maar ze kan zelf dus met een lepeltje proberen. Kidneybonen en we hebben een limoentje bij gedaan. Zul je denken, heel wat raar, maar dat mag ook. En... ja, ik ben gewoon benieuwd wat ze ervan vindt. Ja, misschien ook maar een blaadje rucola erbij. Kijk, deze voor jou. Nou, prachtmaaltijd weer. En wij gaan er vegan knoflooksaus bij eten. En gepekelde of gefermenteerde uitjes. En ja, rucola en patatkruiden eroverheen. Dat is het. Oh ja, en dus de avocado en de limoen erbij. Ik wil dit alleen even vastleggen. Ja. Leg maar vast. Wie doet er nou suiker in een smoothie? Ja, hij is echt niet te kaan anders. Ik heb hem zelf gemaakt, maar... Ik heb er banaan in gedaan. Niet zo lekker. Ik heb er banaan in gedaan, maar ik proef geen banaan. Ik heb framboos in gedaan, maar ik proef geen framboos. Ik proef alleen maar zo van haverachtige melk, maar dan. Ja, alsof je water. Het is maar een beetje waterig, ja. Een beetje. Ja, ja, film het maar. Ja. Vind ik leuk, hè? Beetje leuk.
Heb ik dat lepeltje gehad? Je brengt mij geluk in mijn leven. Ja. Mijn falen is jouw entertainment. Exactly. That's why I'm... dat is zo slapen, schatje. Nou, dat is zielig. Blij. Excuseer me. Excuseer. Ze moest lachen en er kwam echt de grootste snottenbel die ik ooit heb gezien. Ze noemde het ook wel een coronabel. Een coronabel. Nou, kleine update. Ik vond het ietsje beter. Maar dat zit wel een beetje broken. Peetje voelt zich niet zo, maar Paatje heeft hem ogen gegeven en die werkt volgens mij wel. En Jeff die voelt zich steeds slechter. Dus waarschijnlijk zijn de rollen nu omgedraaid. Ik zei nog heel vrolijk van oh, ja, volgens mij heb ik niet zoveel last van. Nee, ik eet zo slecht, mijn weerstand kan alles aan. Dat zie je. Ja, misschien niet helemaal. Nee, toch niet hè. Zielig. Nou, ik heb met mijn laatste kracht het bed verschoond en Jeff met zijn laatste kracht afwas gedaan, want daar werd ik griep van. En dat had Jeff nog beloofd, dus hij zei dat hij het nog wel zou doen. Nou, wel fijn. Ik heb mijn was erin gedaan, dat moest ook echt weer. Ik heb het bed even verschoond. Dat was ook weer echt nodig. Maar Vee zo denk ik een bed proberen te leggen. We hebben net de tomaatsoep op, ik weet niet of ik dat verteld had. Met allemaal een stukje komkommer, inclusief Vee. En ja, ik ga Vee denk ik zo even inwikkelen en proberen in bed te leggen. En Jeff gaat douchen en dan ook in bed liggen. Misschien ga ik er wel naast liggen, ik weet het niet. Nou, ik heb echt even een geluksmoment. Ik snak dus al de hele tijd naar gemberthee. Niet normaal veel. En we hebben dat dus steeds niet. En we mogen natuurlijk niet naar buiten. En de Jumbo bestelling, die staat pas voor maandagavond. Dus tot die tijd hebben we eigenlijk geen eten. Dus we hebben nu besloten om... rotti te laten bezorgen. En we hebben een dubbele bestelling gedaan. Dus we hebben dan en af te eten voor vanavond en voor morgen. En vaak is het ook heel veel. Dus dan hebben we ook genoeg voor middag eten. En ik snakte dus heel erg naar gember. Dus ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En gebeld. Mogen we misschien een stuk rauw gember? Want ik verlang heel erg naar gember thee. En we hebben corona. Dus we kunnen het zelf niet halen. En toen, toen zei ze ja. Dus volgens mij krijgen we een hele bonk gember erbij. Echt zo lief. Ik ben zo blij. Echt, hoe blij kun je iemand maken met gember? Maar ik ben echt intens gelukkig. Ah. Ja. Dus ik ben wel blij dat Jeff nog op de valreep toen nog allemaal fruit had gehaald. Dus we hebben nog wel even genoeg. We hebben nog pompoen en meloen en bananen. En ja, komt wel goed. En ik ga een schijfje citroen met gember dan straks doen. Ik heb daar ook vegan honing van Dagmar van ooit gekregen. Ik ga even knuffelen met dit aapje. Ja, hiep hiep hoi. Yes, oh my god. Ik hou van deze mensen. Vee kijkt er heel angstvallig naar. Ik heb haar een citroentje gegeven. Zul je denken, oh wat zielig misschien. Maar gisteren had ik een limoentje bij haar soort van chili gedaan. Taco bowl. En dat limoentje vond ze heel lekker. Tenminste, ze zat er de hele tijd aan te sabbelen en zo. Dus ik dacht, nou, dan geef ik ook een citroentje. Misschien vindt ze het wel gewoon lekker. Dus dat. En papa zit nog de energie en de mood om uit bed te komen. Die voelt zich dus net zoals ik een paar dagen geleden. Dus ik kan over meepraten en dat is niet leuk. Dat is wel zielig. Maar gelukkig wisselen elkaar af. Want dat is toch wel stiekem fijn in deze situatie. Want als we het allebei tegelijkertijd hadden, dan was het echt wel veel kutter met Vee en zo. Ik heb hier zure komkommetjes en zo. Ik ga dit even openmaken. Ja, lekker. Nou, Vee en Jeff slapen. Dus ik ga even het papier weggooien. Mijn theetje opdrinken. En de was ophangen, want dat was ik vergeten.